Nou, de hele week waren we bezig met activiteiten. Dus zoals je weet, oktober is de maand van de borstkanker. Dus wat doe je eigenlijk tijdens die maand? Je maakt mensen bewust eigenlijk dat borstkanker. Weet je, 1 op de 7 dames hebben borstkanker. En daarom is deze maand gewoon die projecten samen met PWF om informatie te geven, in de buurt te komen, bij supermarkt. Dus hebben we deze week verschillende plekken. We zaten bij Weerhuis, we zaten bij Toenfang en vanavond bij Kokari als afsluiting eigenlijk voor het maand en het week ook. En zijn we dan in de buurt gegaan om dan mensen informatie te geven van zo laagdrempelijk maken dat ze ons kunnen benaderen. Want ik merkte toch met flyers, met posters, met radio, dat mensen dan soms toch huiverig zijn. En dan sta je daar heel laagdrempelig op een plekje dat meeste mensen elke dag gaan. En dan zie je ze daar van, oh ja, ik moet de afspraak maken. Dan kon je dat gelijk doen. Dus dat was echt een manier, een tactiek dat we hebben gebruikt dit keer. Dat mensen kunnen gewoon gelijk bij mij aanmelden en gelijk inschrijven voor een afspraak. Ja, dat was, ik dacht dat alleen het idee was om gewoon informatie te krijgen. Maar mensen konden ook inschrijven voor een afspraak. Ja, ik heb het inderdaad zo makkelijk gemaakt. Want dan heb je een kwestie van, oh nee, weet je, ik noteer jouw nummer, ik bel jou maandag. Maar wat gebeurt er? Je vergeet dat soms die doelgroep zijn meestal werkende dames of juffrouwen. Of mensen die dan toch een dagelijks leven hebben. Gelijk als ik jou een afspraak maak op basis van wanneer jij kan. Dan weet je van, oh, ik heb mijn afspraak, het is geregeld. Ik weet gewoon van, ik krijg wel een reminder. Wow, wil die dame dat? Krijgen we ook een reminder gestuurd. En dan zeggen ze, weten ze van, hey, ik heb meegedaan. En ja, de rest komt wel goed. Dus we hebben het dan zo makkelijk dan gemaakt. Van, ik kom naar jou toe eigenlijk voor om een afspraak voor jou te maken. Dit onderzoek is heel belangrijk. Het is belangrijk zoals voor de dames hun gezondheid. Maar ook voor het onderzoek. Nou, het is een combinatie, want wat doen ze? Het is goed voor de vrouw, weet je, voor het wel algeheel welzijn, zoals ze zeggen. Van, dan weet je, dat de borsten ook gezond zijn, zoals we dat zeggen. Maar dan wil je ook zeggen van, ik kan het niet voorkomen. Het enige wat ik doe is vroege detectie, om jou eigenlijk je leven te sparen, om eigenlijk te voorkomen dat je niet zo'n intensieve behandeling zou hebben. En wat gebeurt er ook dan daarbij, hoeveel meer dames deelnemen, dan heb ik een beter beeld van hoe zit het met mijn Bonaire, met mijn bevolking hier op Bonaire, weet je. Van de aantal dames die hebben deelgenomen, hoeveel zijn doorverwezen, hoeveel niet, hoeveel wel of niet. En wat is het traject daarna, wat moet ik verbeteren in mijn proces. Dus het is een beetje ook het kwaliteitscontrole voor het project. Dus ja, dan heb je dan twee petten van, weet je, het voorlichtingscampagne en het gegevens, weet je, het informatie geven, maar dan heb je ook het kwaliteitsbewaking van, oké, hoe zit het met mijn bevolking? Waar kan ik de dingen eigenlijk toch aanpassen? Of waar kan ik dan meer gaan investeren? Bijvoorbeeld een gezondere leefstijl. Het voorkomt het niet, weet je, maar het kan wel ook andere kwalen dan voorkomen, zoals ze zeggen. Deze onderzoek, die eindigt nog niet. Kunnen mensen nog zich inschrijven? Natuurlijk kunnen ze altijd. Ze kunnen gewoon blijven aanmelden. Heb je dan ook pas bijvoorbeeld een mammografie gedaan? Je kan je altijd aanmelden. Dat je weet dan over 2 jaar word je dan automatisch opgeroepen om deel te nemen. Dus geef me een app, bel me maar op 781-0476. We hebben een Facebook, we hebben een website, Caribisch Nederland. Dus bevolkingsonderzoek Caribisch Nederland. Daar heb je alle informatie, de brochures, de folders. En je kan me altijd gerust nog een appje sturen met je vragen. Heb je nog nog een beetje te denken van, nee, ik wil toch dit weten. Heb ik een litteken? Kan ik toch meedoen? En wat ik ook wil zeggen, via je huisarts. Weet je, heb je nog twijfels? Je huisarts blijft dan de persoon die je dan bij kan vragen van, hey, ik wil dit doen, maar dit en dit. En dan kan je via je huisarts ook bij mij aanmelden. Dus ik heb alle mogelijkheden opengemaakt van, hey, maar doe mee, weet je. Want het is goed voor jou, het is goed voor ons, het is goed voor ons allemaal eigenlijk.